Nee, er is geen ruzie. Kijk, we praten regelmatig, althans we praten zeker 2 keer per week, er is geen stop. Maar regelmatig trekken we ons terug en we praten over allerlei dingen. Over issues, beleidsissues, persoonlijke issues, dingen die in de media gezegd worden. Maar daar is de toon een andere. En ik heb gisteren ook een heel lang gesprek gehad met de vicepresident. Ik heb hem ook uitgelegd van die statements zijn niet goed voor die coalitie. Die statements zijn niet goed voor die eenheid die we nodig hebben. Die dingen werken door. Hij heeft het begrepen. Maar nogmaals, we gaan een tweede helft spelen waarbij we zeggen, Koluk de Sansapsa, de kiskissen, die moeten we allemaal oplossen. Er zijn een paar issues die te maken hebben dat we als coalitie die eenheid moeten demonstreren om gezamenlijk een standpunt in te nemen. Het gaat om vraagstukken die te maken hebben met grondrechten, het gaat om vraagstukken die te maken hebben met grondconversie, het gaat om vraagstukken die te maken hebben met de kiesregeling. Dat we hieromtrent een duidelijk standpunt hebben, omdat we hiermee de samenleving moeten gaan dienen, hiermee de samenleving verder moeten gaan ordenen en zorg dragen, namelijk dat die zaken in place zijn en persoonlijke issues en dergelijke, die moeten plaatsmaken voor nationaal belang, voor nationale issues. Dat is een goed gesprek geweest, er zijn geen ruzies, maar ja, de VP heeft een eigen stijl en ik heb ook al aangegeven, namelijk kijk, er is een constitutie, er is een grondwet die duidelijk aangeeft hoe die verhoudingen zijn tussen de president, de vicepresident en de leden van de Raad van Ministers. De president heeft constitutionele bevoegdheden. De president kan al deze bevoegdheden exerceren. Maar de president houdt ook rekening mee dat we in een coalitie zitten op basis en een beleid uitvoeren op basis van een coalitieakkoord. Dat we een beleid uitvoeren op basis van een beleidsplan dat is goedgekeurd door het parlement. En dat we rigoureuze maatregelen treffen om de economie weer te ordenen. En dat kan soms bij delen van de samenleving als onaangenaam overkomen. Het kan soms overkomen, ook in de coalitie, namelijk dat die maatregelen ook een situatie creëren van onvrede. Maar daar moet men collectieve verantwoordelijkheid demonstreren. Daar moet men collectieve leiderschap demonstreren. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Jan heeft die eindverantwoordelijkheid en hij zal ervoor zorg dragen dat hij zijn eindverantwoordelijkheid op een correcte wijze uitdraagt zoals de grondwet dat van hem verlangt. En dat is ook onderwerp van bespreking geweest. Maar luister, kom bij mij, deponeer dat ding. En bij mij kan je het nog grover deponeren. We gaan het oplossen. Maar als je daar buiten deponeert, dan creëert het inderdaad allerlei speculaties. Net zoals we in uw vraagstellingen dat aangeven dat er ruzie is, terwijl totaal geen ruzie is. Maar gisteren heeft de vicepresident ook al de aanwezigen toegesproken, heeft duidelijk aangegeven dat er issues waren. Die zijn besproken met mij, die zijn gekleerd en dat we voorlopig hem over uitspraken niet meer gaan horen in de media, dat ik zelf ten overstaan van de hele coalitie daar ook gezegd. Maar nogmaals, ik ben president niet alleen voor een coalitie of voor een regering, ik ben president voor het hele land, ik ben president voor alle Surinamers en wij moeten ervoor zorg dragen, namelijk dat er verlichting komt in de samenleving voor alle Surinamers en wij treffen die maatregelen. En ik nogmaals, ik bevestig dat de eerste helft een moeizame is geweest. We hadden andere prioriteiten. We hebben ons traject uitgezet. We hebben ons koers al ingezet. En we blijven op het traject. We blijven koers houden. We gaan naar die eindbestemming. Alleen hebben we nu alles voorbereid om beter te presteren in de tweede helft.